Tegen een vader uit Gelderop is vandaag vier jaar cel geëist. De man wordt ervan verdacht zijn dochter jarenlang misbruikt te hebben. De zaak werd voor ons gevolgd door onze verslaggever Jan Walen. Die is nog in Den Bos. Ja, Jan, wat zou er gebeurd zijn? Nou, dat meisje biechtte uh, aan het begin van dit jaar aan een vriendje op dat ze door haar vader mi werd misbruikt. En dat vriendje vertelde het de volgende dag op school. En de schoolleiding die uh, schakelde toen de politie en hulpverlening in. En tegenover de politie zei dat meisje toen ja het is zelfs vanmorgen nog gebeurd. En mijn vader gebruikte daarbij een condoom. De politie is naar het huis gegaan van het gezin en vond daar inderdaad in een prullenbak een condoom. Waar het sperma van de vader in zat en aan de buitenkant zat ook vaginaal materiaal van het meisje. En het meisje biechtte ook nog op dat dat al speelde sinds 2011. Toen ze zelf ook. 11, sorry, sinds 2013 toen ze zelf elf jaar oud was. En uh, ja, dat dat meer dan honderd keer was gebeurd. Dat ze door haar vader was verkracht. Maar de vader, de tegenpartij dus, die zegt dat er niks klopt van het verhaal van zijn dochter. Nee, de vader die zat huilend hier voor de rechter te vertellen. Dat hij echt nooit iets gedaan had met zijn dochter. En dat hij uh, er ook, uh, ja, dat hij ook niet begreep hoe zij tot dat verhaal was gekomen. En de advocaat van de vader uh, die zei: Ja, uh, dat DNA-materiaal, dat onderzoek daarna, dat deugt niet. Dat mag helemaal niet als bewijs worden gebruikt. En bovendien uh, uh, zei uh, de advocaat dat het meisje waarschijnlijk heeft gelogen. Die vond dat dat de verklaringen van dat meisje niet betrouwbaar zijn. De officier van justitie gelooft haar wel. En die zegt er bovendien bij: We hebben natuurlijk dat ene bewijs van dat condoom. maar de verklaringen van het meisje waren zo betrouwbaar. dat ik denk uh, uh, dat uh, het echt gebeurd is. Het meisje zei ook telkens: Ik wil alleen maar dat het stopt. Ik wil niet dat mijn vader naar de gevangenis gaat. Ik wil alleen maar dat het stopt. De rechter moet een oordeel vellen nu over de vraag. of de verklaringen van het meisje wel of niet kloppen.